Welkom terug bij Gamer Louise. En vandaag, de meeste weten wel dat ik heel veel van Minecraft houd. Alhoewel, ik zal het nu nog eens duvel en dik laten bewijzen. Ik speel ook heel graag Call of Duty, dat hebben jullie waarschijnlijk gisteren of zo wel gezien op de livestream. Maar ik speel ook heel graag Minecraft. Ik zal het bewijzen. Ik heb namelijk de Minecraft handboeken. Ik zal ze even pakken. Dat zijn deze drie boeken. En ja, ik moet zeggen, de van beste naar slechtste. Dat is de slechtste, dat is de tweede beste. En de redstone boek, namelijk, vind ik de beste. Hoewel dat deze nog wel heel goed is. Maar redstone, ik vind dat het gemakkelijkst. En dat is echt een redelijk boekje, een klein boekje toch. Wel, met allemaal redstone dingen. En hier heb je dan allemaal dingen hoe dat je moet vechten en dan... Wacht even, hè. En hoe dat je... En dan hier kun je zien... Oh, even wachten. Oh. Even. Hier kun je zien hoe sterk de Wither is, hoe sterk een... Wieterskelet, zombievaart, hoe sterk een ghost, hoe sterk een heks, een enderman. Je kunt je zien. Ik zal eerst voor de enderman doen. Een enderman heeft gezondheid 40. Dus gewoon 40. Aanvalskrachten 4 tot 10. Hartjes. Aanvalsmethode teleporteert naar je toe en slaat tot je doodgaat. Spawnt. In de eerste dimensie in lichtniveaus van 7 of lager en in de eind met een heleboel tegelijk. We slaan met lava, cactus, TNT, vuur, vallen, water. Ik, meestal als ik een enderman dood, is dat mijn zwaard. Maar dat kan natuurlijk ook. En laat vallen 0 tot 1 enderparels, nodig om in de eind te komen. Wat je zeker moet doen als je een enderman wilt doden, ren naar de dichtbijzijnde bron, water of lava en ga met je rug tegen de muur staan. Zodat het niet achter je kan komen als Enderman schade oploopt. Van water of lava wordt hij weer neutraal. Een Enderman niet doen. Een Enderman recht in de ogen kijken vanaf beneden. Ze zien dat als vijandig teken. Dus dat is zo. Zo staat dat van elk dienstje. Een zombie, een spin. En dat staat er allemaal in. Dan hebben we deze. Hoe dat je allemaal constructies moet bouwen. En dan bijvoorbeeld Vireuk, dat zijn bouwers van Minecraft. Die hebben bijvoorbeeld zo'n dingen gemaakt en zo. Van al zo'n dingen. Die staan erin en die kun je dan opzoeken op YouTube. Maar dan hier kun je zien hoe je een huis moet. Hoe je een huis, een zwembad en zo moet bouwen. En dat kun je hier zien. Dat vind ik zo'n redelijk saai boek. En heb je nog één boek. Je hebt 4 boeken, maar ik heb er maar 3. Dat is de beginnershandboek. Hoe dat je best begint met YouTube zeker. Met Minecraft en zo. Dus zo. Minecraft boeken kunnen heel interessant zijn. Deze zou ik minst gepakt hebben. Deze twee zijn wel heel nuttig. Ja. En deze in de redstone handboek. Hier kun je zien hoe dat je een trein, een mijnkaartstation maakt. En hoe dat je een duwmachine deur maakt, een achtbaan en zo'n dingen. En hoe dat werkt met duwmachines en plakzuigers en zo'n dingen. En licht maken zonder een knopje of zo en zo'n dingen staan in je redstone boek. Dus dat was het dan voor vandaag. Redstone handboek, de gevechtshandboek of de constructiehandboek. Dus... En je hebt nog de beginners aan het boek, maar die heb ik niet. Dus, deze was het dan voor vandaag. De Minecraft boeken. Zo, dat was het dan. Ciao!